Welkom bij de opleiding huidtherapie. 12 jaar geleden kwam ik hier in deze aula voor het eerst en nu gaan we jullie in deze film van alles vertellen over de opleiding huidtherapie. Mijn naam is Annemiro van Elp, ik ben docent bij de opleiding huidtherapie en naast me zit mijn collega. Ik ben Benno van Brakel, ik kwam hier een aantal jaar geleden binnenlopen. En ik werk nu 1,5 jaar bij de opleiding. Ik ben ook docent en ik organiseer de decentrale selectie. En ik ben helaas een van de weinige mannen op de opleiding. Dus ik hoop binnenkort veel meer andere mannen te verwelkomen. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan jullie in deze video meenemen in onze gehele opleiding. We beginnen daarbij met wat huidtherapie precies inhoudt. We gaan kijken wat jullie precies op onze opleiding gaan doen. Daarna gaan we even kijken naar onze decentrale selectie, omdat wij een selectieprocedure hanteren op onze opleiding. En daarna, als afsluiting, kijken we van wat kun je nou eigenlijk na je opleiding gaan doen. Ja Benno, want wat is nou eigenlijk huidtherapie? Ik heb die vraag ontzettend vaak gekregen en dat klopt ook, want we zijn een relatief jong beroep. Dus we zijn groeiende, maar nog wel steeds jong. Inmiddels zijn er meer dan 1000 huidtherapeuten in Nederland actief. En wij zitten vandaag natuurlijk in Den Haag. Dus je ziet ook nu in de slide ongeveer hoeveel huidtherapeuten er rondom ons gevestigd zijn. En we zijn nog groeiende, dus we zijn in ontwikkeling. Dus we zijn nu met iets meer dan 1000. Maar wie weet, als jij start, zijn het er weer iets meer. We zijn een paramedisch beroep. En we richten ons op de kwaliteit van leven bij patiënten met een huidaandoening om ofwel de gezonde huid gezond te houden, of juist te kijken naar die zieke en de aangedane huid. En dat alles doen we in Nederland. En dat is ook best bijzonder, want ons vak bestaat in deze vorm alleen in Nederland en in Australië. In de rest van de wereld is huidzorg anders georganiseerd. En in Nederland helpt onze beroepsvereniging ons. Dat is de NVH, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapie. En die helpen al deze 1000 huidtherapeuten om hun vak te ontwikkelen. Maar ook gewoon om de dingen goed te laten verlopen. Op dit moment zijn onze studenten in het gebouw en die ga je nu meenemen naar de praktijklokalen. Hoi, mijn naam is Laura en ik zit in het 4e jaar van de opleiding huidtherapie. En ik laat jullie eventjes zien wat het Skin Lab is. En deze ruimte wordt gebruikt als echte kliniek waar we professioneel werken op patiënten, maar ook op elkaar. Ik heb voor de Haagse Hogeschool gekozen omdat ik tijdens de open dag eigenlijk meteen al merkte dat er een hele fijne sfeer hangt. Het is heel gemoedelijk tijdens de lessen en we zijn eigenlijk allemaal een beetje vriendinnen onder elkaar. Maar er wordt ook veel geleerd, zodat we dadelijk goed het werkveld in kunnen als professionele huidtherapeuten. Dat was interessant om te zien. Heel leuk, die enthousiaste studenten. Maar Annemiro, je vertelde net wat een huidtherapie of wat huidtherapie precies is. Ja. Maar als je afgestudeerd bent, ga je dan voornamelijk in de cosmetische branche werken? Als je door de stad zou fietsen en je ziet huidtherapiepraktijken, dan lijkt dat soms wel zo. Maar dat is niet zo. Huidtherapie is echt een all-around vak. Dus wij leiden jou op tot huid- en oedeemtherapeut, een Bachelor of Health, waarbij jij huidaandoeningen in de medische en in de cosmetische setting zou kunnen behandelen. En daarom hebben wij het ook wel eens over cosmedisch, want we zitten er vaak tussenin. Aha. Benno, ik heb nog een vraag aan jou. Want met wie of met welke disciplines werken wij eigenlijk samen als huidtherapeuten? Goeie vraag. Een huidtherapeut werkt inderdaad nooit alleen, maar altijd vaak samen met heel veel verschillende disciplines. Denk bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut, aan huisartsen, maar ook diëtisten en radiotherapeuten bijvoorbeeld. Omdat een huidaandoening vaak te maken heeft met veel verschillende factoren. En daarom is het dus belangrijk dat huidtherapeuten goed samenwerken. Benno noemde net al, we zijn een best groot vak. De huid is het allergrootste orgaan wat we hebben als mens. En dat betekent dat er helaas heel veel dingetjes mis kunnen gaan met die huid. Hier hebben we een opsomming gemaakt van een aantal huidaandoeningen, waarbij de huidtherapeut een behandeling kan uitvoeren. Er zijn er nog veel meer, dus we pakken er vandaag even een paar uit. Als je bijvoorbeeld kijkt bij de huidaandoening acne, dan heb je veel verschillende vormen acne. Te beginnen bij misschien de gewone jeugdbuisjes tot de wat meer ernstige vormen.
En dan kun jij als huidtherapeut je richten op behandelingen zoals een dieptereiniging of een chemische peeling op het moment dat het acne nog echt zichtbaar is. Maar je zult ook vast wel iemand kennen die acne heeft gehad en dan nog best diep verzonken littekentjes heeft. Nou, ook daar kan de huidtherapeut wat mee. Bijvoorbeeld met een chemische peeling of met een laser. En een laser kunnen we dan ook weer toepassen indien een patiënt bij jou in de praktijk komt met een afwijking in de beharing. En dat doen we zowel met elektrische epilatie, dus dan kun je met een naaldje echt een haarfollikel in om die te verwijderen. Maar dat kan natuurlijk ook met laser, afhankelijk van met welke klacht of met welke vraag de patiënt bij jou in de praktijk komt. Een heel ander vak waar wij ons op richten als huid- en oedeemtherapeut is de oedeemtherapie, waarbij je verschillende behandelingen moet uitvoeren om de zorg op maat te kunnen leveren bij de patiënt. Dus dat is enerzijds manuele lymfedrainage, een speciale massagetechniek, het aanmeten van kousen, het aanbrengen van zwachtelen om het vocht, want oedeem is een vochtophoping, om dat te reduceren, te verminderen. En zo kan ik nog vele voorbeelden noemen. In de komende slide zie je een aantal voorbeelden van aandoeningen en interventies die wij als huidtherapeuten mogen uitvoeren en behandelen. Dan gaan we opnieuw naar onze studenten. Die nemen je mee door het gebouw. En ik ben benieuwd waar ze op dit moment staan. Hi, ik ben Julia en ik ben vierdejaars student huidtherapie. Voordat ik aan deze opleiding begon, heb ik echt totaal wat anders gedaan. Zo zie je dus dat iedereen de opleiding huidtherapie kan gaan doen. Of je nou van het mbo 4 afkomt, schoonheidsspecialist hebt gedaan of dat je de HAVO hebt gedaan. Ik heb zelf interieuradviseur gedaan en nu sta ik toch hier. In het derde jaar heb je verschillende keuzes die je kan maken. Zo moet je een differentiatievak volgen, een stage en een minorperiode. Ik heb mijn minorperiode ingevuld met een internationale stage naar Australië. Hier heb ik ontzettend veel mogen leren in een cosmetische kliniek, terwijl ik ook Australië kon ontdekken. Dat was leuk om te zien. Superleuk om zulke enthousiaste studenten aan het werk te zien. Op onze opleiding ga je natuurlijk ontwikkelen tot een beginnend huidtherapeut. En daarvoor werk je aan verschillende vaardigheden die wij competenties noemen. Al die competenties samen, die vormen als het ware een soort bloem van het huidtherapeutisch handelen. En op de afbeelding van de slide zie je nu die bloem staan met alle verschillende blaadjes. En ieder blaadje staat eigenlijk voor zo'n competentie. Dus op de opleiding leer je hoe je moet samenwerken, hoe je professioneel moet handelen, hoe je moet communiceren is heel belangrijk. Het huidtherapeutisch handelen zelf natuurlijk, alle mooie behandelingen die Anne-Merel al eerder genoemd heeft. Maatschappelijk handelen zit erbij, het organiseren van de zorg rondom de patiënt. En als Haagse Hogeschool hebben wij daarbij ook nog de to-win competenties toegevoegd. Nou, to-win, dat klinkt eigenlijk als iets heel spannends en leuks en dat is het eigenlijk ook. To-win komt echt vanuit onze Haagse Hogeschool en elke letter staat voor een bepaalde competentie. Zo staat de T bijvoorbeeld voor technologie, omdat technologie een steeds veel belangrijkere rol krijgt binnen de huidtherapie. De O staat voor ondernemerschap, omdat wij vinden dat iedere afgestudeerde huidtherapeut een bepaalde ondernemende instelling moet hebben en echt een verbetering kan brengen aan het werkveld. Nou, dan hebben we ook nog de win-thema's. Die zijn echt gekoppeld aan onze Haagse Hogeschool, omdat iedere afgestudeerde student aan de hogeschool een wereldburger moet zijn, daar is de W van. De I staat voor internationalisatie. Dus de student is echt internationaal georiënteerd en denkt over de grenzen. En de N staat voor netwerken. Een student moet goed kunnen netwerken, een netwerk opbouwen en dat later kunnen gebruiken om gelijk aan de slag te kunnen. Hey, en Benno, weet jij ook waarom die middelste blaadjes blauw zijn? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Jij wel? Ja, zeker. Ik neem je mee in een situatie in de praktijk. Stel, we zijn een acne-patiënt aan het behandelen, dus huidtherapeutisch aan het handelen. En we zouden niks zeggen, dus gewoon niet communiceren. Dan voelt dat al een beetje als een ongemakkelijke situatie. En dat is ook eigenlijk hoe die competentiegebieden met elkaar overlappen. Dus op het moment dat jij aan het huidtherapeutisch handelen bent, ben je ook aan het communiceren met je patiënt. En moet je ook nog weten welke richtlijnen je wel of niet moet toepassen om tot een zo goed mogelijk behandelplan te komen. Dus we helpen je in de ontwikkeling van alle verschillende competentiegebieden, de vaardigheden. Maar we zorgen ook voor de integratie van de verschillende competentiegebieden. Nou, wat kan je nou verwachten als je bij ons de opleiding gaat beginnen?
De voltijdopleiding is echt een fulltime studie. Dat betekent dat je zeker 40 uur per week bezig bent met de opleiding. Dit kan in verschillende dingen. Je gaat behandelen, je gaat onderzoek doen, je gaat leren communiceren. Eigenlijk doe je alle verschillende onderdelen die we zojuist in die bloem hebben gezien. Betekent dat dat je echt geen tijd hebt om van het studentenleven te genieten? Nou, dat zeker niet. Maar hou er rekening mee dat deze opleiding echt wel tijd kost en ook best wel veel inzet. Zeker. En die 40 uur per week, dat is tijd die jij thuis kunt besteden aan het maken van zelfstudieopdrachten, het lezen van bepaalde boeken of artikelen ter voorbereiding op een les. Dus je bent 3 tot 5 dagen hier in ons mooie gebouw in Den Haag. En die andere tijd besteed je thuis. En die tijd die je hier niet bent, ben je of zelfstandig of in groepjes aan het werk. Dus dat verschilt een beetje per vak wat je aan het volgen bent. En naast de lessen waarbij we je helpen met die competenties en met de kennis, heb je ook nog studieloopbaanbegeleiding. En dat is een docent, dus bijvoorbeeld Benno of ik, die jou helpen met je loopbaan, met het plannen, met het organiseren, met het nadenken over wie ben jij eigenlijk als huidtherapeut. Maar ook als er dingetjes gebeuren de 4 jaar dat je hier bent in je eigen privéomgeving, dan is er 1 docent die altijd met je meeloopt om je daarin te helpen. We hebben het net al gehad over die vaardigheden, eigenlijk onze kern van de opleiding. Wat zijn wij zonder die vaardigheden te oefenen? En het oefenen van de vaardigheden, dat doe je hier op school en uiteindelijk natuurlijk ook op stage. En hier op school beginnen we met het oefenen op elkaar. Eigenlijk met 2 doelen. Je moet natuurlijk als huidtherapeut weten hoe een gezonde huid eigenlijk aanvoelt en reageert op producten. Maar je moet ook gewoon simpelweg oefenen voordat je het op echte patiënten mag uitvoeren. En dat betekent dat je je medestudenten zeker in hun ondergoed gaat leren kennen. Want hoe kunnen we anders elkaars huid voelen? In verschillende casuïstieken betekent dat dat je elkaar op het gezicht aan het behandelen bent, of dat je misschien een zwachtel om het been aanbrengt, of een casus van oedeem van borstkanker nazorgt, dus de arm en de borst bij elkaar gaat oefenen. En als dat dan lukt op elkaar, dan komen natuurlijk de echte patiënten hier op school. Of we gaan oefenen met acteurs. En die acteurs hebben dan niet de huidaandoening waar jij op hebt geoefend, maar kunnen zich wel heel goed inleven, zodat je ook bijvoorbeeld de communicatie met kunt oefenen. En die acteurs noemen wij simulatiepatiënten. En die komen allemaal aan bod gedurende de opleiding. En als we dan gaan kijken naar het opleidingsprogramma, hier zie je een behoorlijk uitgebreid schema, maar ik ga je helpen hoe je deze moet lezen. Onze opleiding is opgedeeld in 3 fases. Dus de eerste fase, de basisperiode, die duurt bij ons 2 jaar. En dat is best lang, maar die hebben wij zo ingericht zodat je alle basiskennis, de basisvaardigheden van dat hele beroepsprofiel eigenlijk al leert. Dan ga je door naar jaar 3, dat noemen we de differentiatiefase, waarin jij zelf keuzes mag maken. Waar ga je stage lopen? Welke minor ga je kiezen? Misschien wel in het buitenland. En je gaat differentiatievakken volgen. Dat zijn keuzevakken op specifieke thema's binnen de huidtherapie. En als dat dan ook is gelukt, dan kom je in jaar 4, dat is ons afstudeerjaar, waarin je verschillende projecten gaat volgen om aan te tonen dat jij handelt als startbekwame huidtherapeut. En je volgt nog een keer een minor. Dan gaan we opnieuw naar de studenten. Dit keer zijn ze in de praktijklokalen en nemen ze jullie mee in hoe eigenlijk zo'n praktijkles eruit ziet. Hi, mijn naam is Meerte en ik ben 4 jaar student aan de opleiding huidtherapie. Jaar 1 en 2 krijg je veel basiskennis door middel van hoorcolleges, maar we hebben ook onwijs veel praktijklessen, waarbij we oefenen op elkaar, maar zo heb ik ook een keer mijn moeder en mijn zus meegenomen. Maar daarbij lig je ook zelf patiënt en oefenen we op elkaar op de blote huid. Zoals je ziet heb ik niet altijd mijn jasje aan. Deze zijn wel verplicht tijdens de praktijklessen. Nou, wat kan je doen na de opleiding? Je kan als huidtherapeut gaan werken in een praktijk, in een ziekenhuis of in een andere zorginstelling. Je kan natuurlijk ook een tijd voor jezelf beginnen. Ik ben nog niet uitgestudeerd en ik ga doorstuderen. Ik ga starten met de master Klinische Gezondheidswetenschappen. We gaan het nu hebben over onze decentrale selectie. Wij hebben ieder jaar heel veel aanmeldingen en daar zijn we natuurlijk super blij mee. Maar helaas hebben we niet genoeg plek voor iedereen die zich aanmeldt om daadwerkelijk aan onze opleiding te beginnen. En daarom houden wij een selectieprocedure waarin we eigenlijk een keuze maken vanuit die hele grote groep aanmeldingen. En daaruit kiezen wij 120 kandidaten, omdat wij 120 plekken hebben.
Ben je nou geïnteresseerd in deze opleiding en wil je graag aanmelden, dan kan je dat doen voor halverwege januari. Dat is de deadline en vanaf daarna krijg je informatie over onze selectietoets of verdere aanmeldprocedures. Deze selectie vindt vaak plaats in februari of in maart. Vervolgens hoor je in april of je toegelaten bent of niet. Ja, en dan, stel je mag beginnen, dan ben je dus 4 jaar bij ons en dan ben je vast benieuwd wat ga je doen na de opleiding. En eigenlijk zeggen wij altijd, na die 4 jaar ben je eigenlijk nog helemaal niet klaar. Ons vak, ons beroep is vastgelegd hier in de wet en dat betekent dat je iedere 5 jaar je opnieuw moet registreren in het KP-register om aan te tonen dat je nog up-to-date bent als huidtherapeut. En ons vak is ook nog enorm in ontwikkeling. Dus als je bij ons start, dan kunnen we je heel veel leren. Maar er gebeuren ook nog weer nieuwe dingen. Nieuwe lasers, nieuwe richtlijnen, nieuwe samenwerkingen misschien. Dus je blijft jezelf en het vakgebied eigenlijk ontwikkelen. En dat kun je doen vanuit verschillende settingen. Dus huidtherapeuten werken in een huidtherapeutische kliniek. Soms met een wat groter team, soms misschien volledig zelfstandig. Die werken in gezondheidscentra's, in ziekenhuizen, naar verschillende locaties. En eigenlijk altijd met één doel. Namelijk het verbeteren van die kwaliteit van het leven van mensen met huidaandoeningen. En dat bestaat zowel in een medische als een cosmetische setting. Nou, mocht je nou geïnteresseerd zijn na dit verhaal om huidtherapie te gaan studeren, dan zijn wij natuurlijk super blij. En is het voor jou belangrijk om onze Instagram te gaan volgen en ons te gaan volgen op LinkedIn. Heel goed de website in de gaten te houden, want daar staat heel veel informatie, onder andere over de selectieprocedure. En zorg dat je studielink geactiveerd is en dat je daar ook veel op kijkt. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om al het nieuws omtrent huidzorg te blijven volgen. Want er zijn heel veel ontwikkelingen binnen ons vak. En daarom is het goed om dat bij te houden. Zeker. Nou, wil jij nou dat grootste orgaan? Wil je daar meer van weten? Wil je de patiënten helpen met huidaandoeningen? Dan heten wij je van harte welkom als je door de selectie komt. En dan zien we je in september. Ja. Tot ziens. Tot dan.